De wereld bestaat voor 71% uit water. Hiervan is ongeveer 3% zoetwater. Slechts 0,3% daarvan is oppervlaktewater in meren, sloten, rivieren en moerassen. De kwaliteit van het oppervlaktewater staat op veel plekken in de wereld onder druk. In Nederland werken we hard aan kwaliteitsverbetering, maar samen staan we nog voor diverse uitdagingen. Goede monitoring is essentieel om deze uitdagingen aan te kunnen. Nieuwe DNA-technieken bieden kansen om de klus beter, efficiënter en goedkoper te klaren. Deze technieken kunnen worden ingezet op verschillende toepassingsgebieden, zoals bij het monitoren van de huidige zwem- of waterkwaliteit en het aantonen van beschermde soorten of exoten, zowel op land als in het water. Ook helpt het bij het begrijpen van de oorzaak van de kwaliteit. Hierdoor kunnen we gerichter ingrijpen. We zetten een nieuwe bril op, waardoor we een nieuwe wereld binnentreden. Nederland is een waterland en waterkwaliteit is belangrijk voor ons. En als we weten wat voor dieren in het water leven, dan weten we wat de kwaliteit is van het water. En als er iets mis is, hoe we dat kunnen aanpakken. Ik denk dat eDNA een prachtige aanvulling is op de methodes die we nu al hebben. Maar het is niet het ei van Columbus in de zin van dat de andere methoden overbodig worden. Ik denk dat het vooral een combinatie van methoden wordt. De waterschappen die investeren miljoenen elk jaar voor de kaderrichtlijn water. Ze nemen maatregelen zoals waterzuivering, maar ook voor vismigratie. Het is heel belangrijk om ook gegevens te verzamelen om dat te kunnen evalueren. Hè? Om te kijken van welke maatregel werkt nou wel, welke maatregel werkt nou niet. En eDNA biedt daar heel veel mogelijkheden, omdat je enorme hoeveelheid gegevens kan verzamelen tegen lagere kosten dan voorheen. Een belangrijk onderdeel van mijn werk binnen het waterschap is zorgen dat de zwemwaterkwaliteit gemonitord wordt. En dat we met die monitoringsgegevens ook gewoon kunnen kijken hoe we de waterkwaliteit eventueel kunnen gaan verbeteren en waar de pijnpunten liggen. Als we kijken naar aquatische macrofauna, dan hebben we het al gauw over zo'n 2000 soorten. Dus dat is best een brede groep. En dan heb je slakken, kevers en alles wat daartussenin zit. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat er in het water leeft. Want je hebt natuurlijk ook al het microscopisch leven nog. De raderdiertjes, de algen, de bacteriën. En die vangen we natuurlijk ook allemaal op met eDNA. Het verzamelen van watermonsters is relatief eenvoudig. Als je dat vergelijkt met een standaardmethodiek, is het qua tijdsinvestering beperkt. Als het gaat voor kleine locaties, kan een standaardmethodiek vaak wel direct informatie opleveren. Maar als het gaat om grote gebieden, waar de standaardmethodieken vaak veel tijd vragen, dan kun je met eDNA vaak een groot gebied monsters verzamelen. En als dat informatie oplevert en de kosten voor de monsters zijn beperkt, het analyseren daarvan, ja, dan is dat een belangrijke bijdrage aan het werk wat we doen. Wij passen veel biologische technieken toe om grond en water, dus ook grondwater, schoon te maken. Daarvoor moeten we die biologische processen kunnen meten. Doen zij wat we willen dat ze doen? Daar gebruiken we die DNA-technieken voor. Maar nieuwe technieken roepen ook veel vragen op. Metabarcoding, QPCR, Next Generation Sequencing, Fingerprinting, OTU, waar staan al die termen voor en wat kan ik ermee? Hoe ver zijn de ontwikkelingen op de verschillende toepassingsgebieden en wat levert het mij als waterbeheerder op? Hoe ga ik om met deze nieuwe data? Maar ook, wie zijn de gezichten achter deze technieken? Het zijn deze vraagstukken waarvoor we vandaag bij elkaar zijn.